af, hè. Piepenwagen nummer 1, bedankt aan Structon. Piepenwagen nummer 2, bedankt aan BAM. En bedankt aan heel veel andere individuen en partijen. Hebben we ook genoeg gevonden voor het aankleden ervan. En dus straks hebben wij twee mooie kunstwerken die ervoor zorgen dat nog meer mensen gaan zorgen dat als je wat op de grond ziet liggen, even door de knieën gaan, goed is voor je lijf. Pak het op, stop het in de prullenbak en geniet verder van je leven. Een beetje gebeuren. Het wordt sowieso natuurlijk een heel kunstobject op zich. Maar de bedoeling is dat we hier langs mooie werkbladen maken, zodat de kinderen van de mensen met alle gevoel een schat kunnen gaan maken. We zorgen ervoor dat heel de challenge en al die 95 dagen aankomende zomer, want we gaan natuurlijk weer de Treasure Summer Challenge doen op strand van Scheveningen. En 95 dagen organiseren we allemaal activiteiten. Die komen hier allemaal op. Wauw. We kunnen koken. Dus wie komt er deze zomer tijdens de Summer Challenge pannenkoeken bakken? We kunnen koffie zetten, dus we zoeken nog natuurlijk mensen die koffie willen doneren. En we hebben, want we leven nog steeds in Nederland, en we hebben voor het eerst van ons leven in onze piepenwagen een kacheltje. En dat is als de vrijwilligers en al die helden zo hard bezig zijn het strand op te ruimen en het stormt, is toch fijn dat we ze een warm kopje koffie in een warme nieuwe piepenwagen kunnen geven. Hallo allemaal! Nou, en binnen in deze mooie piepenwagen gaan we natuurlijk al onze mooie workshops organiseren als het buiten aan het regenen is. De andere, die gebruiken we voor onze vergaderruimte, voor onze muziekruimte, voor onze even terugtrekruimte. Ah, geniaal! Dank jullie wel allemaal!